Het hele probleem met het Amerikaanse politieke systeem is natuurlijk dat je uiteindelijk in elke presidentsverkiezingen twee personen hebt waaruit je kiezen kan. Het is of de een of de andere. Dus daarvoor dat je het allebei ontzettende klerenleiers vindt, even erg, wat in het geval van Biden en Trump naar mijn idee helemaal niet het geval is, zonder dat ik in de verste verte zou willen beweren dat ik Biden een ideale presidentskandidaat vind. Totaal niet, nee, totaal niet. Maar je hebt die keuze uit twee personen. En ja, dan zou ik dus, ik zou Biden stemmen, zeker. En dan maar is het kijk, politieke keuzes hangen altijd ook voor de kiezer die daar een beetje over nadenkt, van compromissen aan elkaar. Exact. Dat systeem is al jaren zo. Is het realistisch dat je zegt, dit is ouderwets, we moeten dit veranderen? Of is dat niet realistisch en blijft het eigenlijk... Nee, dat is niet realistisch gedacht. Verandering in het electorale systeem. Bijvoorbeeld te beginnen met het electoraal college, wat dat wonderlijk effect kan hebben, hè, dat de winnaar van de popular vote de verliezer is van in het electoraal college. Ook dat is op afzienbare termijn niet te veranderen. Dat ligt constitutioneel vast. En heel veel Amerikanen denken en voelen dat de constitutie, dat die eigenlijk door onze lieve heer zelf gecomponeerd is en toen met de buizenpost naar beneden is gestuurd. Dus daar mag niets aan veranderen. Dat is een van de problemen waar Amerika onder zucht. Namelijk dat de Amerikanen een complex hebben op het punt van zelffelicitatie. Dus elke Amerikaanse politicus, maar ook heel veel gewone Amerikanen. Ja, dat is van alles mis in Amerika, maar het is toch het beste land ter wereld. Dat werk. Hè? Ik had het vaak met Amerikaanse studenten in onze summercourses. Als je dan heel kritisch was op de Verenigde Staten, terwijl zij dat eigenlijk ook waren, dan werden ze toch boos. Dan raakten ze toch, ja, hallo, wat stellen jullie wel voor, Europeanen. En jullie hebben er een potje van gemaakt, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Wie zijn jullie komen redden? Dat ze, nou, waar ze overigens gelijk in hebben, daar niet van. Kennen we een voorbeeld uit de geschiedenis waar het electorale systeem, dan bedoel ik niet zozeer in Amerika, wel veranderd is, omdat men tot de conclusie kwam, het werkt niet, of moet het anders inrichten? Nou ja, een heel bekend voorbeeld is Nederland natuurlijk. Wij zijn afgestapt van een districtenstelsel. En we zijn overgestapt naar een proportioneel verkiezingssysteem, kiessysteem. Bij de grote veranderingen in Nederland, bij de pacificatie. Dus dat is 1917. En waarom gebeurde dat toen? Omdat ze toch van mening waren dat het proportioneel systeem, dat veel eerlijker is. Het is ook veel eerlijker. De Nederlandse democratie, wat u er verder ook van mogen denken, die is veel en veel democratischer in zijn functioneren dan de Amerikaanse democratie. Ik weet niet zo gauw eigenlijk in een rijk, modern, westers land een democratie op te noemen die zo weinig democratisch is als de Amerikaanse democratie. Maar waarom kan het hier dan wel en daar niet? Omdat wij een heel ander kiessysteem hebben. Omdat we een heel andere filosofie hebben ten aanzien van overheidsingrijpen. Wij moeten ook al die pogingen om bij ons de overheid kleiner te maken en zuiniger aan te doen, daar moeten we onmiddellijk mee stoppen. Ton Mulder heeft ook een vraag gesteld. En die vraagt eigenlijk, wat heeft Trump in de jaren dat hij er zat wel goed gedaan? Ah, dat werd mij laatst ook al gevraagd. En toen heb ik er, ik geloof, 3,5 uur over nagedacht. En ik ben jammer genoeg niet tot iets gekomen wat hij wel heeft goed gedaan. Hij heeft eigenlijk, als hij al toevallig iets goeds heeft gedaan, dan was het toevallig. Dan was het niet zijn intentie om dat te doen. Zoals? Dan was het toevallig. Maar ik zal toch één punt noemen. Er was één punt waarbij hij naar mijn idee terecht kritisch was op het voor hem gevoerde beleid, namelijk die eindeloze, totaal zinloze Amerikaanse interventieoorlogen in Afghanistan en in Irak, maar ook allerlei andere interventies op allerlei plekken in de wereld. Daar moeten ze echt mee ophouden. Ik hoop ook dat Biden op dat punt niet terugkeert naar een toestand van voor Trump. Trump heeft wel geprobeerd oorlogvoering in Irak en in Syrië om dat te beëindigen, maar dan weer op zo'n ongelooflijk stomzinnige manier dat je denkt, had er nou even over nagedacht, Donald. Hè? Ja. Had er even een paar mensen geraadpleegd die er verstand van hadden, want toen heeft hij die arme Koerden, die hem enorm gesteund hadden in de strijd tegen ISIS, die heeft hij in de kou laten staan. Die heeft hij eigenlijk uitgeleverd aan Erdogan. Het schijnt mogelijk te zijn om bovendien bij enkelvoudige meerderheid, dus niet de tweederde meerderheid,
een verklaring aan te nemen waarbij Trump wordt afgesloten van het vervullen van federale functies. Maar, dat heb ik zelf natuurlijk allemaal maar in de New York Times gelezen, het was eigenlijk niet helemaal duidelijk, dat is nooit eerder gebeurd. Het was niet helemaal duidelijk of dat dan ook rechtsgeldig is. En de schrijver van het stukje meende dat dat wel eens een gerechtelijke procedure zou kunnen opleveren die tot in het Supreme Court gaat. Hmm. En dan zou het Supreme Court daar uitspraak over moeten doen. Hmm. En gezien het extreem conservatieve karakter van het huidige Supreme Court weet ik niet hoe dat af zou lopen. Maar je begrijpt dat alle democraten, maar evident nu ook een deel van de republikeinen, er wel iets in zien om hem buiten te sluiten, zodat hij niet weer, niet waar, als een duveltje uit een doosje. Ja. Je kent wel van die horrorfilms, weet je wel, je hebt de kop van het monster afgeslagen en denkt, hè, eindelijk gelukkig, het monster is dood. En de plaaggeest werd weer genoemd. Je drinkt een kopje thee en het verrekte monster heeft een nieuw hoofd gekregen. Welke rol heeft hij dan nog binnen die Republikeinse partij? Nou, hij kan zijn kiezers, zijn kiezerskorps, een deel daarvan is hem werkelijk half religieus toegedaan. Die kan hij zo opjutten dat ze bij bepaalde figuren bijvoorbeeld niet komen stemmen. Of juist andere figuren wel wat meer. Maar wel met een andere hoofdrolspeler binnen de Republikeinse partij. Ja, want dan zal de Republikeinse partij voor 24 een nieuwe kandidaat moeten zien te vinden. Maar nogmaals, dat moet allemaal nog maar gebeuren. Is er een kandidaat die na Trump... Nou, je moet hopen dat een deel van die halve haren die het vorige keer hebben geprobeerd, het nu niet proberen. Maar je moet er ook niet denken aan iemand als Ted Cruz. Dat is verschrikkelijk. Dat is senator voor de staat Texas. Die overigens ook achter Trump stond bij het maken van de bezwaren tegen de verkiezingsuitslag. En Mike Pence? Mogen de heren ons wel gevallig zijn. En trouwens ook Mike Pence en Mike Pence thuis houden. Mike Pence heeft wel een hele diplomatieke rol gespeeld de laatste dagen. Ja, hij heeft gewoon de rol gespeeld die hij moest spelen. Hè? Ja, als een postbode een brief op tijd en in de bus gooit, dan doe je toch ook niet de deur open. Zeg je toch ook niet, oh meneer de postbode, hoe is het mogelijk dat u op tijd een brief, wat komt u even binnen? Ik heb taartjes klaarstaan. Oh, nee, natuurlijk. Mooie vraag van G.J. Rozenschoon. Trump heeft natuurlijk veel mensen in de laatste weken gratie verleend. Ja. Kan hij dat ook voor zichzelf doen? Kan hij zichzelf gratie geven? Nou, daar verschillen de mensen van mening over. Er zijn mensen die zeggen, ja, zijn gratiemogelijkheid is zo uitgebreid, zo vaag geformuleerd, hij zou zichzelf gratie kunnen geven. Maar anderen zeggen weer, nee, dat kan eigenlijk niet, je kunt niet jezelf gratie geven. Trouwens, als mensen zich daar zorgen over maken dat hij niet gerechtelijk vervolgd kan worden, dan kan ik ze in die zin troosten dat hij kan niet vervolgd worden, als hij zichzelf gratie zou verlenen, voor federale misdaden of overtredingen. Maar op het statelijk niveau is er niets aan de hand. Hmm. Bijvoorbeeld in New York, in de staat New York, lopen zaken tegen hem. En hij kan zichzelf 100 keer pardoneren, maar die zaken lopen gewoon door. Dus bij statelijke vervolging kan hij zichzelf niet vrijpleiten. Een andere vraag is van Stefan Arts, dankjewel daarvoor. Die stipt Seattle aan en ook de staat Washington. Hij zegt, naar zijn weten wordt daar een relatief sociaal beleid gevoerd, met onder andere een minimuminkomen. En wat hij eigenlijk wil weten, zou eventueel positieve effecten ervan in andere staten in Amerika gevolgen kunnen hebben, misschien ook wel ingevoerd kunnen worden. Ja, dat is een hele intelligente vraag. Obamacare bijvoorbeeld, om dat even als praktisch voorbeeld te nemen, was eigenlijk de wijze waarop de staat Massachusetts, dat is eigenlijk de meest progressieve staat, afgezien misschien van Vermont in de Verenigde Staten, zijn ziektekostenverzekering had georganiseerd. Merkwaardig genoeg, onder leiding van een republikeinse gouverneur, te weten Mitt Romney. Daarom was het later een beetje vreemd dat Mitt Romney ineens tegen Obamacare was, maar goed, dat is Amerikaanse politiek. Dus ja, de vraag is heel goed. Ik vermoed zelfs dat de werkelijke beleidsmatige vernieuwing in Amerika eerder van onderop zal komen. Dus uit bepaalde staten die inderdaad aanzienlijk progressiever zijn dan de federale overheid. Neem dat Massachusetts bijvoorbeeld, neem een staat als Vermont. Nou is dat een staatje van Jan Doedel, maar toch goed dat. Of denk aan progressieve maatregelen in een staat als Californië. Ja, en Californië is geen kattenpis. Daar wonen bijna 40 miljoen mensen. Bijna even groot als Frankrijk. Dat is een staat die eigenlijk
als die apart zou functioneren, de vierde of de vijfde industriële macht ter wereld zou zijn. Dus dat heeft wel. En ook de staat, de Washington State. Dat is ook natuurlijk een staat waar het goed gaat. Hmm. Ook weer een staat. Zodra er oceaanwater in de buurt is, het is een hele merkwaardige zaak, gaat het eigenlijk vrij goed met Amerika. En wat voor gevolgen zou dat hebben voor een relatief conservatieve staat als Texas? Nou, het is maar zeer de vraag hoe lang Texas conservatief zal blijven. Want de demografische patronen die laten zien dat. Men had nu ook al verwacht dat Texas zo'n beetje tegen een swing state aan zou beginnen te morrelen. Maar als het zo doorgaat, dan is er helemaal geen reden om te twijfelen aan het feit dat Texas over, nou, 4 jaar denken ze te snel, maar over 8 of 12 jaar dat Texas een swing state wordt. Dus en hoe komt dat? Wat gebeurt er in die staat? Nou, omdat de Latino bevolking binnenloopt en daar een steeds belangrijke rol speelt. Hmm. Ja, denk aan een staat als Georgia. Hè, waar in Georgia was een run-off voor de Senaat, 2 senaatzetels. En wij hebben dat allemaal nauwkeurig kunnen volgen ook. En de algemene verwachting was dat aan de Republikeinen zou toevallen. Nou, het is niet gebeurd. Het waren flinterdunne overwinningen, laten we dat er wel even bij zeggen. En dat heeft te maken met de ontwikkeling van de staat Atlanta. Het is een heel snel groeiende stad. Waar het hartstikke goed mee gaat, ook weer zo'n booming city. Als je ooit op het vliegveld bent geweest, het vliegveld is zo groot dat je met een trein van de ene kant naar de andere kant moet. Ja, dat is echt ongelooflijk werkelijk. Ook een hub, zoals dat heet. En dat betekent dat zo'n staat die eigenlijk, als je dus naar de counties in Georgia kijkt, op het platteland, allemaal hartstikke republikeins. Maar ja, Atlanta, de stad en de suburbs, en dat is vaak heel uitgebreid in Amerika, dat is de democratisch geworden. Plus dat ze de zwarte kiezers veel beter hebben gemobiliseerd. Hmm. En je ziet, dat kan al aanzienlijke verschuivingen veroorzaken. En welke rol spelen factoren als bijvoorbeeld dat olie wellicht een mindere rol gaat spelen in de wereld? Olie speelt niet zo'n verschrikkelijke rol. Die Arabieren mogen hun olie wel zo snel mogelijk verkopen. Hmm. Want als ze nog 30 jaar wachten, dan weet ik niet precies waar ze met de olie heen moeten, eerlijk gezegd. Mm. Dat komt ook natuurlijk omdat in Amerika dat schaliegas, dat is een enorm succes. Amerika is tegenwoordig een energie-exporteur, terwijl het een enorme energie-importeur was, is het een energie-exporteur geworden. Mm. Dat betekent natuurlijk ook dat ook als in China, wat natuurlijk een enorme energievreter is, als dat veel meer naar andere brandstoffen of energieopwekking zich zou ontwikkelen dan fossiele brandstof. Ja, daarom zeg ik, ik waarschuw die Arabieren maar even, zorg dat je daar de boel wel op orde hebt. Dat je dadels kunt gaan verkopen of zo. Want de olie in de mate waarin dat het geval is geweest in de afgelopen eeuw, dat komt niet meer terug. Procedurevraag van Cor van Meijel, die zegt, mocht Biden nou te komen overlijden en ja. Harris wordt de president, is dan ook al nu vastgelegd wie de vicepresident wordt? Nee, die moet gekozen worden. Het is wel vastgelegd, daarvoor ze hebben nog geen vicepresident gekozen. Dan is er al ook wel iemand die dan, zeg maar, in principe is ervoor dat ook Kamala Harris ook corona krijgt en meteen doodgaat. Dan is er wel iemand volgens mij die dan, dat is een hele opvolgingscyclus. Ik geloof dat dan de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden komt in aanmerkingen dan. Ik geloof de minister van Buitenlandse Zaken. Ik weet niet precies hoe het zit, moet ik eerlijk zeggen, maar zoek het even op de Wikipedia. Maar het is geregeld. Mm. Het is niet zo dat Amerika, nou ja, dat ik gebeld word om te vragen of ik even in wil vallen. Nee, dat kans is klein. Op een gegeven moment kan dus ook Pelosi president dan worden. Ja, Pelosi is geloof ik na de vicepresident nummer 3 op de opvolgingslijst. Ja, maar dat is toch eigenlijk gek, want dan krijg je een wisseling van Republikeinse naar. Ja, dat kan gebeuren, maar je moet het geregeld hebben. Maar er zijn ook natuurlijk tal van situaties waar het geen wisseling met zich meebrengt. Ja. Wat kan Biden doen om de verbinding met al die verschillende delen van Amerika te verbeteren? Nou, daar moet je niet te veel van verwachten. Want dat is misschien een thema wat we dan nog één keer moeten aanpunten of onderstrepen. Amerika is een land wat beduidend groter is dan Nederland. Nou, ook in Nederland zijn al grote regionale verschillen. Wat een verschil is er tussen, ik geef vaak het voorbeeld, de Prins Carnaval in Vaals en zo'n Urker Visser. Nou ja, dat zijn twee totaal verschillende werelden.
dat is in Amerika nog veel sterker. In Amerika zijn grote regionale verschillen. Het is een continentale staat. Als je Amerika op Europa projecteert, dan ligt de westgrens, dus de Pacific Coast, ter hoogte van de Ierse westkust. En dan ligt Maine ergens tegen de Oeral aan. Ja. Zo groot is het, echt gigantisch groot. Okay. Dus je zegt, dat moet je ook eigenlijk niet willen, die verschillen. Nee. Ik kan ook daar bijvoorbeeld, dit is wel een leuk voorbeeld toch, omdat ik ook die mensen kan troosten die denken dat als wij, als de EU verder integreert, dat we dan onze identiteit verliezen. Dat we dan geen stroopwafels weer mogen eten. En dat de bitterballen verboden worden en alle andere verschrikkelijke dingen zullen er dan gebeuren. Nee, kijk naar de Amerika, dat is notabene geen samenwerkingsverband van staten, maar een echte bondstaat. En daar zijn de verschillen, ook de culturele verschillen, de taalverschillen, die zijn allemaal gigantisch groot. Er wordt binnen de Verenigde Staten op grote schaal gesmokkeld, wist je dat? En dan komt dat in de tabakstaten zijn de sigaretten, die zijn niet belast. Maar in bijvoorbeeld de staat New York zijn ze vrij fors belast. Dus bij nacht en ontij razen enorme vrachtauto's door de Verenigde Staten met belastingvrije sigaretten die in een New York onder de toonbank verkocht worden. Mm-hmm. Een beetje zoals in de Europese Unie. Ik geloof dat sigaretten in Spanje nog steeds een fractie kosten van wat ze bij ons kosten. Ja. Maar de polarisatie, kun je daar iets aan doen om dat te verminderen? Ik vond treffend dat de mensen die in het Capitool dus uit hun dak zijn gegaan, de dag daarna ook geïnterviewd werden en ontslagen waren. En toen ineens stonden te kijken van, ja, hadden we het toch maar niet gedaan. Ja. Toch niet zo slim. Ja. Ja, dat is altijd. Dus dan, dat geeft me aan dat ze voor reden vatbaar zijn. Je hebt ook altijd spijt nadat je een verschrikkelijke ruzie hebt gemaakt. En dat geldt voor deze. Het leek me ook de snuggerste niet. Dus dat geldt ook voor deze mensen, lijkt mij eerlijk gezegd. Kijk, die polarisatie, omdat dat zal toch stapje voor stapje, als het dan gebeurt, teruggeschroefd moeten worden, teruggedraaid moeten worden. Je kunt niet op een knop drukken en dat het dan weg is. Ja. Er zijn maar weinig landen die zo naar binnen kijken als de Verenigde Staten. Mm. Vergeleken met daarbij zijn wij, het waren echt cosmopolieten van een unieke orde. Ja, maar dan zijn natuurlijk in het Midden-Oosten vrienden van de VS en vijanden, als je het zo wil noemen. Op die manier, ja, dat nee, ik denk ook niet. Nee. Evenmin zal Biden verschrikkelijk positieve invloed hebben op Nederland, zal ik maar zeggen. Dat zie ik niet zo 1, 2, 3. Ja. Philip Hogebrugge, die zegt, Maarten, je hebt vaak gezegd dat een president achteraf bezien weinig invloed heeft op de loop der dingen. Vind je dit na 4 jaar Trump nog steeds? Ja, dat hangt een beetje af van welke termijn je gebruikt. Als je zegt de korte termijn, ja, dan heeft Trump allerlei ellende aangericht. Op de lange, lange termijn is het niet meer dan een soort deukje in ingrijpende maatschappelijke veranderingen die zich voltrekken. Maar als je dan nu bijvoorbeeld zou terugkijken op Obama, hè, hoe gaat hij de geschiedenisboeken? Ja, dat is zelf een goed voorbeeld, omdat het natuurlijk tot Obama kwam, dachten toch ontzettend veel mensen dat het op zijn minst een neef van de Heer Jezus was. Zo niet de Heer Jezus zelf, maar dan in een iets andere vorm, zal ik maar even zeggen. En we verwachten er alles van, een second new deal. Ik moet zeggen dat ik me daar ook deels schuldig aan heb gemaakt. Dat wordt allemaal anders en kijk eens wat het tenslotte opgeleverd heeft. Nou, ik wil niet zeggen dat de berg een muisje heeft gebaard, maar laten we zeggen een flinke muis, maar veel meer dan dat is het niet geweest. Onder andere omdat de Republikeinen hem, hij heeft er 8 jaar gezeten, de eerste 2 jaar kon hij zijn gang gaan zoals Biden nu. En de laatste 6 jaar, ja, bij wat hij ook deed, staken de Republikeinen meteen een spaak in het wiel, een stok in het wiel. En als je dat dan afzet tegen Trump, en je gaat een aantal jaren vooruit, hoe wordt er dan teruggekeken op die termijn? Ik denk toch dat men zich zal realiseren, wie dan ook precies Amerika gaat regeren in de komende jaren, dat natuurlijk een deel van de Amerikaanse bevolking, namelijk dat deel wat op Trump heeft gestemd, en we hebben het al over gehad hoeveel mensen er op Trump hebben gestemd, 74 miljoen, 11 miljoen meer nu in afgelopen november dan in 2016, dat met die Amerikanen dat daar rekening mee moet worden gehouden. Dat ze dat ook wel verdienen, dat er rekening met hen wordt gehouden. Dat bijvoorbeeld Trumps idee van dat je niet eindeloos al die halfgare oorlogen aan de andere kant van de planeet moet vechten, dat op zichzelf een goed idee is en dat er rekening moet worden gehouden met het feit dat de Amerikanen
Nee, maar die fijn vinden dat er duizenden miljarden van hun belastingcenten besteed worden aan halfgare oorlogen. Mm. En daar hoop ik dus ook, ik las ergens, ik ben nou vergeten alweer waar, dat Biden ook weer het idee had dat terug naar Irak. En daar moet je toch echt niet aan denken. Hè? Mm. Die dat geïnterventioneerd, daar moeten ze echt mee stoppen. Mm. Volgende vraag van Mark van den Boek. En dat is een hele andere vraag weer. Die gaat over Steve Bannon. Netflix staan er een aantal documentaires over, ook over de invloed die hij heeft gehad. Ja. Ook in de rechtspopulistische kringen uiteraard. Mark wil weten, hoe groot is die invloed, of misschien wel het gevaar van Steve Bannon als centraal persoon in de ultrarechtse beweging op dit moment? Niet groot. Nou, wat hebben we daar ook niet over gelezen? En hij zou ook in Europa zou hij een netwerk van ultrarechtse partijen oprichten, wat een gigantische politieke invloed zou genereren enzovoort. En, nou ja, dat is als een nat klappertje uitgegaan. Tenminste, natuurlijk, je hebt in Europa overal ultrarechtse partijen, maar meestal hebben ze heel verschillende uitgangspunten, heel verschillende ontstaansgeschiedenissen. Mm. Dus dat, nee, Bannon is wel een beetje een schertspook. Hè? Mm. Nog een leuke vraag van Timo, die zegt, u heeft Trump ooit een super entertainer genoemd. Betekent dat ook dat u Trump zelf ook een beetje leuk vindt? Nee, ik vind hem niet leuk, maar het is wel een geweldige entertainer natuurlijk, in de zin dat hij zulke gekke dingen doet. Hè? Ja, je moet je rekenen dat een op zichzelf niet domme, maar wel zonderling autistische en egocentrische psychiatrische patiënt gedurende 4 jaar het belangrijkste ambt in de wereld bekleedt. Dat leidt toch tot hele vermakelijke ontwikkelingen. Hè, dat iemand tienduizenden ernstige en minder ernstige leugens kan vertellen en dan toch nog 11 miljoen stemmen extra kan scoren, dat is toch een wonderbaarlijke zaak. Hmm. Hè? Als ik dus per maand 3 leugens aan mijn vrouw zou vertellen en ze zou erachter komen dat ik dat doe, dan ben ik al de klos. Hè? En terecht natuurlijk, een smerige leugen. Maar bij hem heeft dat geen enkel effect. Dat is een wonderbaarlijke zaak. Het is een heel leuk boek. Dat heet Stable Genius, kan het warm aanbevelen. Daar worden al die leugens besproken. En dat doen ze bij al die leugens doen ze een fact-checkpagina. Hmm. Dat is echt heel, heel komisch. Jochem Schutte, die stipt de zoon aan van Trump. Ja. Hij heeft er natuurlijk meerdere, maar hij bedoelt de zoon die recent Trump Junior, die het filmpje heeft gemaakt. Wat is de bedreiging van Trump Junior? Heeft hij iets te betekenen? 0,0. Oké. Waarom? Want dat zijn onnozelaars. Hmm. Ja, die zijn alleen daar omdat hun vader daar is, omdat ze delen in het aura van pa. Maar het is een onsympathiek volk. Ja. Ik vind die Ivanka, dat is ook niks. Met die Kushner, kom op. Dat is echt allemaal onzin. Er waren ook mensen die waren bang dat er een Trump-dynastie zou ontstaan. Nou, forget it. En Melania? Ja, je hebt altijd mensen die zeggen dat Melania al zo lang en zo ongelukkig kijkt, dat ze nu zal zeggen, nou, weg met Trump. Dat zie ik eerlijk gezegd. Kijk, Melania is het klassieke type van de gold digger, die natuurlijk een rijke man aan de haak geslagen heeft. Ja. Bovendien zal nog wel blijken dat die rijkdom dat er al tegenvalt, maar Trump is ook, als het tegenvalt, is hij nog een stuk rijker dan wij zijn. Ja. Maar Melania zou zich positief kunnen profileren door zich misschien ook wel af te zetten tegen Trump. Dat zal ze misschien niet doen. Ja, wat zou ze daaraan hebben? Nou, daarmee kan ze misschien wel goed doen. Als ze echt genoeg van hem heeft, dan zegt ze, ik wil weg. Hij heeft met zijn vorige 2 vrouwen, dit was nummer 3, heeft hij wel hele fijne alimentatiedeals gemaakt. Ja, daar hoor je ook nooit klagen. Je hoort nog maar Marla Maples, en die eerste ben ik een beetje vergeten hoe die heette. Heb ik ooit, en die hebben allemaal gezegd, een prima kerel die Trump. Mm. Ja, je bent een paar jaar getrouwd. Misschien vond je hem zelfs wel heel even aardig, tot bleek dat hij dat eigenlijk niet was. En je krijgt vervolgens een deal waarbij je je leven lang, weet ik veel, 10 miljoen per jaar krijgt. Mm. Mm. Ik denk dat er heel wat vrouwen zouden tekenen voor een dergelijk schema. Mm. En wat we ook hebben gezien is het blokkeren op Twitter. Er zijn een aantal vragen die nu gesteld worden. Is dat een zorgelijke ontwikkeling? Dat Trump daar zijn ook mensen, dat heb je waarschijnlijk ook gelezen, die noemen het censuur. Het is een vorm van censuur, dat staat dus een paal boven water. Maar je mag nou helemaal niet oproepen tot het gebruik van geweld. Dat is ook in Nederland wettelijk verboden. Dus ik kan op zichzelf denken dat de Twitter-directie wel een been heeft om op te staan.
Je kunt je natuurlijk wel afvragen, hoe zit het eigenlijk met de macht van die techbedrijven om mensen uit te sluiten van die rare systemen die ze hebben gecreëerd. Kijk, als ik het cameraatje is er nog op mij gericht. Als u echt iets nuttigs voor uzelf wil doen, u kunt er tijd mee winnen, u kunt er psychische rust mee winnen, u kunt er een volwassen mens mee worden, stop met uw activiteiten op de sociale media, hou op met twitteren, doe Facebook de deur uit, ga niet naar TikTok, bim bam, weet ik wat je nog handen instant, weet ik veel, wat u verder nog voor onzin kunt hebben, maak er een eind aan. Koop een paar goede boeken bij de eigen boekhandel in uw eigen dorp of stad. En begin met lezen zolang de lockdown duurt. Bij deze. Wil je dan meteen ook eventjes je hebt al een tip genoemd, maar misschien nog, want ik zie dat vaak voorbij komen. Ik kan Van Rossum wat boekentips noemen. Een boekentip. Ja, in het kader van dus dit onderwerp, Amerika. Wat is nou om het land beter te begrijpen? Echt een boek dat je moet lezen. Los van het boek wat je al genoemd hebt. Ik zou het absoluut niet weten. Dat vergt... Nou, een interessant boek. Het hangt er vanaf. Nou ja, je hebt tegenwoordig dat boek van die Jill Lee Poor. Dat is een gewone geschiedenis van de Verenigde Staten sinds het begin sinds de immigratie daar naartoe. En het begin van de Republiek. Dat is een handboek. Zou je kunnen kopen. Het is een Nederlands vertaald. Dat zou je kunnen doen. Maar ja, ik weet niet verder. Ik wil niet al te veel mijn eigen zaak behartigen. Ik heb zelf een alleraardigst boek geschreven over de Verenigde Staten in de 20e eeuw, wat ik u warm kan aanbevelen. Hmm. Ja. Hmm. En dan zegt... Maar er is, ja, misschien kunnen we bij een volgende gelegenheid, kunnen wij aan het eind van het webinar een soort literatuurlijst rondzenden. Dat kan, ja. En dat al mensen weet ik nooit hoeveel mensen bereid zijn om te gaan zitten lezen, eerlijk gezegd. Oké, nou, daar mogen mensen op reageren. Ik kijk wel eens op Twitter en ik ben vaak toch verbaasd over de onbeschrijfelijke onkunde van de reacties op een medium als Twitter, ja, dat je denkt, god, hoe is het mogelijk? Ja, de slimme mensen reageren waarschijnlijk niet. Nou ja, het is soms op het niveau wat je bij de slimste mens wel ziet. Wat hadden we laatst ook weer? Ja, iemand die dus gedurende een week in Peru was geweest, maar die niet wist waar de Andes was. Hmm. Dan denk je toch, wat zou die persoon dan hebben, niet uit het raam hebben gekeken of zo? Ze hebben iets gemist. Ja. Gerben zegt, mag er ook een andere vraag gesteld worden dan over Trump? Nou, bij deze mooie vraag vanuit Floor, en die is gemaild. Zij zegt, vanuit onze optiek en normen en waarden lijkt de VS slecht te functioneren, hoewel er ook objectieve feiten zijn die dit aantonen. Maar functioneert het zicht op het doel en de blauwdruk van de VS, namelijk een land met een kleine overheid, waar je kunt doen wat je wilt, maar dus ook meer in de kou staat, niet eigenlijk gewoon prima naar behoren, wil zij weten. Nee, dat vind ik niet. Nee. En dat komt eigenlijk, de VS claimen een democratie te zijn. Maar als een systeem maar ongelijk genoeg wordt, en asociaal genoeg, kijk, een asociale democratie is geen democratie. Hmm. We kunnen wel een mooie democratie hebben, maar als er groepen zijn die het aanhoudend in feite geprivilegeerd zijn door veel grotere inkomens of allerlei andere diensten die zij kunnen aanschaffen terwijl anderen dat niet kunnen, dan is er natuurlijk van een werkelijke democratie geen sprake. Een behoorlijke democratie vraagt ook een sociale democratie. En kijk eens door welke enorme problemen Amerika geteisterd wordt. Hè? Je had een hele discussie, dat was bij de vorige presidentsverkiezingen, omdat Bernie Sanders zei, kijk nou eens naar Denemarken. He, niet dat het niet waar de wereld zal veranderen, maar waarom kan een land als Denemarken toch fatsoenlijk gerund worden, democratisch en ook sociaal verantwoord? He, laten we daar eens een voorbeeld aan nemen. Toen zei Hillary nog uit de hoogte, ja zeg, dat kleine notenpieplandje, die stomme Denen, melige boel allemaal, dat werkt. Mm. Wij zijn geen Denemarken op zo'n toon van godzijdank. Nou, ik zou zeggen, als Amerika ergens een voorbeeld aan zou moeten nemen, dan aan de kleine West-Europese landen. New York Times had deze zomer de kop dat Amerika de macht in de wereld verliest. Hè? Ze waren altijd het land waarnaar gekeken werd, los van wat we net aanstipten. Maar dat begint toch langzaam naar andere landen te verschuiven. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Nou kijk, dat is vooral ook een historisch probleem. Amerika was natuurlijk de leader of the free world. Maar dat hele idee van de leader of the free world was gekoppeld aan de Koude Oorlog.
En was in zekere zin gekoppeld aan de militaire situatie die zich in Europa had ontwikkeld door de Tweede Wereldoorlog. Namelijk dat de Russen niet waar midden in Duitsland stonden. Je kunt nu in Duitsland gaan kijken en dan kun je nog her en der zijn nog sporen van de voormalige muur. En achter die muur in de DDR stond 400.000 man Russische troepen. Die in principe, zoals je altijd hoorde, binnen enkele uren in Oldenzaal kunnen arriveren. En alleen dat de Amerikanen in feite de NATO hadden opgericht en wij daar ook lid van waren, werd dat probleem van de deur gehouden. En vandaar ook dat woord the free world. The free world, dat was West-Europa eigenlijk, dat was ermee bedoeld. En de not free world, dat waren alle communistische landen. Terecht, want dat waren zonder uitzondering natuurlijk repressieve politiestaten. Daar bestaat geen twijfel over. We mogen de heer danken dat de Koude Oorlog is afgelopen. Maar doordat de Koude Oorlog is afgelopen, is natuurlijk ook de situatie in Europa fundamenteel veranderd. Waardoor ook dat enorme belang wat wij hadden en de Amerikanen zelf hadden bij een effectieve verdediging van Europa veel minder groot is geworden. Dus in die zin is hun functie als leader of the free world toen al wat minder geworden. Bovendien hebben ze alsmaar dingen gedaan waardoor eigenlijk hun morele voorbeeld steeds twijfelachtiger werd. Denk aan de interventie in Vietnam, maar denk aan de idiote reactie na 9-11. Dat zijn allemaal factoren geweest die mensen zijn gaan doen twijfelen aan het nut van de Verenigde Staten als leider van de belangrijkste onderdelen van de westerse wereld. Ik formuleer het nu even iets anders. Ik denk dat ze nog, kijk, het is nog steeds een hele machtige natie. Militair is het nog steeds number one, daar hoef je helemaal geen moeilijkheden over te doen. Maar ze zijn natuurlijk hun morele uitstraling totaal verloren. Maar dat is al een proces wat al decennia gaande is in feite. En ja, met Trump dan als je natuurlijk iemand als Trump in het Witte Huis zet, dan moet je niet gek opkijken als de rest van de wereld zich wat meer gaat oriënteren, wellicht op andere voorbeelden. Het probleem is natuurlijk, er is helemaal geen vervanging. Als je zegt, er moet een leader zijn van dat westerse systeem, ja, moet het Merkel zijn? Nou, die neemt afscheid, hè. Maar Duitsland heeft ongeveer een kwart van het bruto product van de Verenigde Staten. Dat is hoe sterk Duitsland ook is, het is een dwerg vergeleken met de Verenigde Staten. Zou China het moeten doen? Nou, ja. Ik ben erg voor goede handelscontacten met China. Maar er is natuurlijk ook een politiestaat van een bijzonder onaangename allure. Dus dat zou ik liever zeggen. Nee, ik denk dat het een veel complexer internationaal systeem ontstaat waarin de Verenigde Staten onder omstandigheden een van de dominante spelers kan zijn. Dat wel, maar waarbij de EU dat ook zou kunnen zijn. Laatste vraag, en die zie ik ook meerdere keren terugkomen, die gaat over de situatie nu. Hoe groot is de kans dat er een burgeroorlog komt in Amerika? Heel erg klein. En waarom? Omdat ik niet denk dat de situatie daarnaartoe gaat. Dan zouden dus die Proud Boys, wat natuurlijk maar een minuscule beweging is, alleen ja, ze zien er interessant uit. Hè? Al die dikkere mannen met zo'n enorme pistoolmitrailleur op de borst, van die militaire schoentjes aan, ga ze maar door. Nee, een burgeroorlog zie ik er niet in zitten. Okay. Kijk, ik sluit nooit al, je moet het wetenschappelijk benaderen, dus is de kans nul? Nee, het is niet nul. Evenmin als de kans nul is dat we morgen door een asteroïde worden getroffen en dat het ineens allemaal afgelopen is. Hè? Ja. Hou er altijd rekening mee. Wees aardig tegen uw kinderen. Beleef tegen uw ouders. En lees een boek. We hebben overigens eventjes gekozen om niet op de bank te gaan zitten. Dat hebben we in het begin niet gezegd, want we waren bang dat we dan, of jij was bang dat je in slaap zou vallen. Ja, ik dacht, ga na het eten op die bank zitten en dan je zakt een beetje naar achteren. En je hoort jezelf mummelen over Trump en nou ja, voordat je weet ben je weggezeild. Ja. En dan moet je me met een pook wakker komen maken. Wist je dat er mensen zijn die luisterboeken of de podcast van jou luisteren en dan daarbij heerlijk in slaap vallen? Ja, dat heb ik gehoord. Ja, dat mensen die dus helemaal niet kunnen slapen, die zetten koptelefoons op met mijn voordracht. Ja, binnen een kwartier zijn ze weg en ze zijn de volgende ochtend nauwelijks nog wakker te krijgen.